Hoi, vandaag zijn we bij de NL Tech Week. Ik ben op locatie Amsterdam van het In Holland en ik neem jullie met mij mee. We zijn vandaag terechtgekomen in de sessie over de NL Tech Week. In Holland doet mee met de Tech Week, omdat In Holland gelooft in de samenwerking met het bedrijfsleven voor het goed kunnen opleiden van de huidige studenten en de professionals van de toekomst. Building Bridges to Sustainable Society, dat is het jaarthema van de BTG. BTG is een vereniging voor IT en communicatietechnologie. En wij bouwen eigenlijk bruggen tussen vraag en aanbod. Ja, ik vind het sowieso goed dat we dit doen. Want we zijn een HBO, dus wij zeggen ook dat onze belofte ook aan de student. Bij ons werk je aan maatschappelijke vraagstukken, je werkt met het bedrijfsleven samen, je doet echt iets waar behoefte aan is. En daarom ben ik heel blij dat dus die branchevereniging van techbedrijven deze week bij In Holland is. Ik omarm initiatieven om samen met het bedrijfsleven studenten te laten werken aan echte maatschappelijke vraagstukken. Omdat we opleiden in deze snelle veranderende wereld, dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we het bedrijfsleven heel hard bij nodig. Hoe heb je deze dag ervaren? Ik hoopte om met een positieve kijk op AI terug naar huis te gaan. En dat is eigenlijk al best wel gelukt. Ik ben al iets positiever gaan kijken naar AI in het onderwijs en wat het voor voordelen heeft voor mij als student en voor studenten in de toekomst. Bekijk het positief. En zie het als kans dat je eigenlijk een streepje voor kan krijgen op de rest van de wereld eigenlijk. De veranderingen gaan zo snel dat jongeren eigenlijk net zo kansrijk zijn als de mensen die nu alles weten. Want niemand weet zometeen welke kant het op gaat. Dus degene die nu investeert in zichzelf te ontwikkelen en mee te gaan, die plukt daar als eerste de vruchten van. Heel erg bedankt dat jullie hebben meegekeken naar onze dag op de Tech Week bij In Holland in Amsterdam.